Hallo dames en heren, jongens en meisjes en wat nog meer meekijkt met naar deze nieuwe aflevering van Speel en Toon. En zoals je kan zien aan de aan de titel van deze video en natuurlijk ook aan de thumbnail, speel ik nu mijn tweede spel in de Switchmas series Fast RMX, of ook wel heb ik het vaak genoemd Fast Remix. Dit is de derde spel in de Fast series. En om eerlijk te zijn, dat verbaasde mij. Ik dacht dat dit de tweede was. Maar blijkbaar was de eerste Fast Racing League of something. Ja, Fast Racing League was kwam al uit op de Wii. Dus ja, dit is wel een Wii-spel zelfs. Of een serie die origineel daar begon. Op de Wii. En dat verbaasde me. Want ik dacht dat dit de tweede was. Want ik heb wel gehoord van Fast Racing Wii U. Maar niet van dat eerste. Bij Fast RMX. Krijg je eigenlijk dat wat Fast Racing Wii U is. En meer. Daarom wordt het ook wel eens Fast Racing Remix genoemd. Want het is eigenlijk gewoon... het vorige spel, plus alle DLC, plus meer. Moet ik ook zeggen dat het niet zo lang geleden is dat de voorganger is uitgekomen. En dit is een release titel van de... bij de lancering van de Switch kon je deze al krijgen namelijk. Dus dat is zeker een paar pluspunten waard. Oh, en ik was eigenlijk aan het denken om te hopen dat ik in deze video niet zo... niet zo zat te ratelen. Zelfs bij deze opname lijkt het. Maar dit keer hou ik deze opname. Wat is dit spel? Dit spel is een race game. Ben ik niet... echt een fan van race games, al kan ik spellen zoals Mario Kart en F-Zero kan ik wel waarderen. Gewoon vanwege hun fun factor en omdat ze het niet allemaal serieus nemen. Dit spel vond ik ook wel erg leuk om te spelen voor de paar uur dat ik gespeeld heb. En ik moet zeggen dat ja... Wat is Fast Racing? Nou ja, futuristische racer, zoals ik al zei. Zoals je ziet kun je zweven met hovercars als het ware. Het doel is om zo snel mogelijk te gaan en als eerste over de finish te komen. Dit kun je doen door boostpads te nemen die van een bepaalde kleur is. En gelukkig kun je met een enkele druk op de knop kun je je wagen van kleur veranderen. En dat moet je ook wel doen. Want als je de... je hebt twee kleuren. En als je de verkeerde kleur hebt. Dan... in plaats van dat je dan een boost krijgt. Zul je... vertraag je ontzettend. Dan word je eigenlijk afgeremd. En zoals je ook al kunt zien, is het wel de bedoeling dat je op de baan blijft. En dat heb ik hier nog wel enigszins problemen mee. Als er geen relingen waren geweest, had ik al zo vaak de baan afgelegen. Want zoals je kunt zien, lig ik nogal vrij vaak tegen de relingen aan te hameren. Gelukkig is het voor beginners is dit ook nog enigszins leuk, want de Subsonic... niveau is nog enigszins te doen. Ze hebben bij deze versie hebben ze de moeilijkheidsgraad toch wel een toontje lager gemaakt. Maar desondanks wil je het spel goed uitspelen en wil je alles halen en ook de moeilijkste moeilijkheidsgraden, zul je toch een zeer sterke uitdaging vinden. En zul je toch, ja... je zult niet zomaar eerste worden. Je moet er wel enigszins een klein beetje voor vechten. Het is niet dat je dat zomaar kan worden. Dit spel heeft jammer genoeg alleen maar championships. Dus kampioenschappen. Dus je kan eigenlijk alleen maar races doen.
in toernooi settings. Dat is een klein beetje jammer. Want een time trial modus had dit spel echt veel waarde aan toegevoegd. Omdat eigenlijk bij race games, vooral van dit soort race games, is een time trial modus is niet zozeer om de snelste tijd te zetten. Maar time trial modus zijn eigenlijk de oefenmodus, waarbij je eigenlijk de banen steeds weer opnieuw kunt doen, zodat je ze kunt leren en eigenlijk tot spiergeheugen kunt masseren als het ware. Zodat je gewoon al eigenlijk blindelings die banen zou kunnen rijden als je geen tegenverkeer hebt. Of geen medestanders die je van de baan aframmen. En dat miste vind ik toch wel een beetje groot gemis. Maar daar niet van, de championships zijn wel erg gaaf. En je kunt als beginner toch nog redelijk goed op de makkelijkste niveaus een podiumplaats bemachtigen. Het doel is dus om te racen en als eerste over de finish te komen. Dit doe je door op de juiste momenten te boosten. Boosten in dit spel is uitermate belangrijk. En zoals ik al zei, dat doe je door twee kleuren. Je hebt namelijk boost pads op liggen. Je hebt twee dingen, boost pads en je hebt van die orbs. Die orbs zorgen ervoor dat je boostmeter gevuld worden. En je hebt gekleurde stroken. Dat zijn de boost pads. Waar je ook overheen kunt gaan. Als je met die boost pads de juiste kleur hebt, dan krijg je dus een boost. En anders rem je heel hard af. Je kunt ook zelf een keer boosten en het is zeer belangrijk dat je leert wanneer wel en wanneer niet te boosten. En zoals je ook al kunt zien, mijn starten zijn niet echt denderend. Maar goed, dit is de eerste keer dat ik dit spel speelde en ik heb er misschien een uurtje of zo mee gespeeld. En ja, het is wel de bedoeling dat je goed leert en je hebt ook wat gevaren op de weg tegen. Je hebt ook vaak sprongen. En ik moet zeggen dat ik heel vaak tegen de reling aan zat. Of tegen een van die stage hazards als het ware aan zat. Maar ja, uiteindelijk, het is echt een spel wat je moet oefenen. Het heeft zeer interessante banen. Al moet ik zeggen dat door het boosten, als je in één keer omlaag gaat, dat het soms heel lastig is om te zien van hé, waar gaat die baan heen, wat kan ik verwachten. Want eigenlijk is dit, net zoals bij Mario Kart 8, is dit toch wel, heb je banen die eigenlijk de zwaartekracht tasten op een of andere manier. En dit, hier zie je me weer. Moest ik net op het verkeerde moment. Ik had gehoopt dat dat ding uitging, maar nee. Het verwisselen van kleur om op die boostpad te komen is ontzettend makkelijk. Het is met een enkele druk op de knop en het is vrijwel instantaan als ik hier naast de baan vlieg. En dit is echt gewoon ontzettend. Ja, ik vond het wel ontzettend leuk om te spelen. Dit spel wordt ook wel gezien als de F-Zero die Nintendo niet wil maken. Want F-Zero is een spel van Nintendo's eigen bodem, dat ook een futuristische racer is met hovercars en op hoge snelheid. En alleen, om eerlijk te zijn, is die vergelijking, doet het eigenlijk ook weer niet af. Beter gezegd, doet Fast RMX geen recht aan. Ten eerste zijn er toch wel wat duidelijke verschillen. Fast RMX heeft door zijn boost mechaniek zeker zijn eigen karakter erin, of zeker zijn eigen playstyle. Zijn speelstijl is zeker apart. Wat anders is dan F-Zero. En zoals je hier ook kunt zien,
is zelfs voor beginners nog vrij makkelijk om een podium te halen op de laagste moeilijkheidsniveaus. Maar hoger moeilijkheidsniveaus zul je toch wel moeten gaan vechten hoor. Moet je wel beter worden. En ook leren hoe de tracks in elkaar zitten. Maar een andere kant, F-Zero heeft ook weer iets wat eigenlijk mist in Fast RMX. F-Zero heeft, hoe moet ik het zeggen, heeft meer karakter. En dat zag je net ook bij het podium. Je zag daar drie auto's, of drie machines komen en die stonden op het podium. En that's it. Je zag wel namen van de coureurs erbij, maar je zag geen coureurs. Je zag de bestuurders niet. En dat is iets wat F-Zero wel heeft. En dat is eigenlijk een klein beetje karakter wat ik toch wel weer mis in dit spel. En dat vind ik een klein beetje jammer. Voor de rest, het doet het spel wat het moet doen. Het is alles om racen. Daar gaat het om. Racen zo snel mogelijk. En puur zang. Het is racen puur zang. Het is echt gewoon, het doet wat het moet doen, als het ware. Maar het mist toch een klein beetje charme van coureurs en bestuurders. En dit level, wat je dadelijk ook ziet, de bedenkmenu, dat geeft ook heel goed aan hoe goed de HD Rumble is. Want dit spel gebruikt de HD Rumble heel erg goed. Want je hebt ook verschillende weerseffecten, verschillende ondergronden. Want hier heb je heel wat wind. En dat voel je ontzettend in die controller. Je voelt dan de controller ook echt, hoe moet ik het zeggen? Je voelt het ook echt aan wat voor weerseffecten. Je hebt ook soms dat het glad is, met regen, de wind, zanderige dingen. Je voelt ook het botsen tegen de railing. Dat is echt allemaal ontzettend goed gedaan. Dus ik voelde toch echt vrij unieke verschillen tussen de verschillende rumbles als het ware. En dat moet ik zeggen, is ook weer een zeer goed voordeel van dit spel. Daarnaast ziet de graphics zien er ook erg goed uit. Ja, hier ziet het misschien een beetje flats uit, maar dan kwam ik achter dat dat, heb ik laatst aan geleerd, dat dat meer ligt aan mijn capture settings. Hoe mijn capture card ermee omgaat en ook hoe ik mijn switch ingesteld heb. Want eigenlijk mijn tv kan gewoon een full range aan RGB-waarden aan. En alleen als je hem in een capture card duwt, dan schakelt hij over naar limited. Dus een beperkte range. Dus, ja. Hoe moet ik het zeggen? Laat een YouTube-video je nooit echt helemaal overtuigen. Probeer het altijd eerst zelf. Maar ja, ik vind het spel gewoon eventjes het eindoordeel te gaan maken. Het is een vrij goedkoop, het is 20 euro op de e-shop. Het is wel alleen een e-shop spel. Het vult echt niet je interne geheugen. Dus ook als je nog geen SD-kaart hebt, wat ik bijvoorbeeld heb. Ik heb nog totaal geen micro SD in mijn Nintendo Switch te zitten. En ik heb nog steeds genoeg ruimte over om spellen te downloaden. En patches en alles. Ik heb echt nog wel bij lange na niet vol zitten. Maar ja, het is zeker spelen waard. Ik zou zeggen, ook al wil je niet risico lopen dat je het niet leuk vindt en daarom wel gekocht hebt, zou ik zeggen, probeer als je iemand hebt die het wel heeft, probeer dit spel in ieder geval uit. Dit is het zeker waard, want het enige wat ik echt op kan aanmerken op dit moment is, hoe moet ik het zeggen, het gebrek aan time trials. Dat is gewoon één groot gemis, dat zeker. Dat haalt ook mijn waardering een klein beetje omlaag, want ja, je hebt geen oefeningen als het ware, je kunt niet oefenen voor races. En aan de andere kant is het alleen, het mist een klein beetje karakter, gewoon identificatie met racers en dat soort zaken. Het
is puur koude machines dat je hier ziet en that's it. Terwijl er wel namen zijn, maar niet geen gezichten als het ware. Dat vind ik een beetje jammer. Als je, het zou wel leuk zijn geweest als je op het einde bij het podium had kunnen zien van hey, deze racers heb ik ook daadwerkelijk ingemaakt ofzo. Of deze racer was mij voor geweest. Als je, als je dat had, dat gaf gewoon dit spel wat meer kracht. Oh, ik heb eigenlijk totaal nog niet over de muziek hier gepraat. Muziek is zeer goed in orde. Je hoort het. Maar, tenminste, het is goed meeslepend. Maar aan de andere kant, het is ook niet memorabel. Tenminste, je geniet van de muziek als het erop is. Als je aan het spelen bent. Het geeft een goede adrenaline kick als je aan het racen bent. Maar zodra je het spel ook neerlegt, ben je het ook meteen vergeten. Want het blijft niet echt in je hoofd hangen. Is dat ook niet zo echt? Niet alle muziek blijft altijd in je hoofd hangen. Want we hebben ook nog altijd gewoon de hitlijsten van de muziek die wel in je hoofd moet blijven hangen. Games moeten ervaring zijn, niet zozeer een soundtrack die je in je mp3 speler wilt zetten. Maar ik moet zeggen, ja, met andere woorden, laat ik nu toch maar afsluiten, want ik merk dat ik toch wel weer aan het ratelen ben. Dit spel is zeker waard om te spelen. Als je het kunt, probeer het uit. Het is zeker geen miskoop voor 20 euro. Zeker als je een racingfan bent of als je nog wel van een aantal racers kunt genieten. Als je racen totaal geen reet aan vindt, ja, dan is dit niet. Maar naast het spel om te spelen op de Switch, als je dat spel niet zou hebben, is dit zeker één van de spellen die je toch moet spelen op de Switch. Er zijn nog wel een paar andere, maar ik kan je zeker, dit is zeker een aanrader. Ook zeker een aanrader dat exclusief is voor de Switch. Als je een ander spel naast Zelda of zo wilt hebben, raad ik je aan dit spel te halen. Want dit spel is gewoon erg leuk. Maar jammer genoeg heb ik nog niet zoveel tijd erin gestoken, omdat mijn derde spel in deze serie wordt laten zien. En welke ik ook al genoemd heb, de meeste tijd nog opgeslokt heeft. Maar mocht ik klaar zijn met dat spel, is dit spel zeker het volgende spel wat heel veel tijd van mij gaat vragen. Want het was wel interessant en ik wil toch wel beter worden in het racen. Want er is, oh ja, maar er is toch een klein beetje nog, en dat is meer een, nog een, beetje commentaar op de Switch zelf. Het is leuk dat er geen papieren boekjes meer in de, of papieren handleidingen meer in de doosjes en nou ja, bij digitale games heb je dat sowieso al niet meer zijn. Maar als elektronische handleiding ook mist, want ik heb hem nog niet kunnen vinden. Ik heb nog zitten zoeken, maar misschien dat iemand mij het kan vertellen waar de elektronische handleidingen zitten op de Switch. Maar het is soms wel lastig om te weten wat je kan, wat dingen doen als je geen handleiding hebt om dingen je uit te leggen. Je kan uitzoeken is, zelf uitvinden is leuk, maar gaat ook tot dusver, tot een bepaald niveau. Daarna, of daarbuiten, dan wordt het toch een beetje jammerlijk irritatie. Dus echt een handleiding, als mijn ding afgaat, zou ik toch wel graag willen zien. En ja. Maar goed, dit is het einde van deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik hoop dat ik jullie weer terugzie bij de volgende video. Want er is nog één game in de Switch-series die ik wil tonen. Of beter gezegd, één game die ik bij de lancering van de Switch heb gekocht. Die ik ook nog wil tonen. En die dat spel heeft
ook de merendeel van mijn tijd nu opgeslokt. In ieder geval, tot dan. Doei!